krachtige beat, diepgaande songteksten en catchy melodieën waren zondag 4 mei te horen in Concertzaal de Casino in Sint-Niklaas. Daar vond de Vlaamse finale van Imagine, de internationale muziekwedstrijd voor jongeren, plaats. De finale is voor de jongeren een test in stressbestendigheid. Het is natuurlijk wel altijd even spannend, want je weet niet wat je te wachten staat. Net voordat ik ga spelen ben ik altijd wel een beetje zenuwachtig. Maar uiteindelijk als ik gewoon ga spelen, dan, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf gewoon over. Stress. maar het is wel heel tof, want gisteren hebben we workshops gehad en zo. En we hebben echt heel veel bijgeleerd en nieuwe ervaringen, dat is altijd mooi meegenomen. Elke deelnemer heeft zijn eigen methode om zijn zenuwen onder controle te krijgen. Gewoon kalm blijven en denken dat het wel allemaal goed gaat komen. Gewoon genieten en niet te veel nadenken. Van de 120 Vlaamse inzendingen mogen er maar 5 door naar de Belgische finale. Het maakt al, eigenlijk maakt het op zich niet veel uit of we nu winnen of niet. Het zou wel tof zijn, het zou heel tof zijn. Maar het feit dat we deze ervaring al hebben meegemaakt, is ook wel heel leuk. Dus voilà.